Goedemiddag dames en heren. Vandaag is een bijzondere dag, want vandaag mogen wij een nieuw product van DJI lanceren. Het product is al eventjes in de maak, DJI is er al een tijdje mee bezig, maar vandaag is de dag dat we het ook echt officieel naar buiten mogen brengen. Deze video is dus ook iets van tevoren opgenomen, dus het kan zijn dat er inmiddels nieuwe of extra informatie beschikbaar is, maar die zullen we dan uiteraard in een latere video opnieuw bijvoegen of op een andere moment bespreken. Maar in deze video gaan we in ieder geval kort vertellen wat het nieuwe DJI product is, de specificaties even doornemen en in ieder geval je een eerste blik en onze eerste ervaring geven van dit nieuwe toestel. We hebben er al even mee mogen vliegen, dus we hebben er ook al wat mee ervaringen en dingen mee opgedaan. Maar daar komen we zo verder op terug. Belangrijkste is natuurlijk, waar gaat het om? Het is geen nieuwe Mavic. Het is geen nieuwe Matrice 200. Het is eigenlijk het grote broertje van al die toestellen. Het is namelijk de Matrice 300 die we vandaag mogen aankondigen. En samen met die Matrice 300 komt ook een nieuwe cameralijn. Of ja, eigenlijk een tweetal camera's. Dat is namelijk de Zenmuse H20. En die H20-lijn bestaat dus uit twee camera's. De gewone H20... en de H20T. En de H20T, dat is de thermische variant van de H20. Dus die heeft naast alle andere sensoren die erin zitten ook nog een thermische camera. Je ziet het toestel hier al eventjes staan. Het is een wat anders dan anders toestel misschien. Als je kijkt naar hoe de M300 of de M200 is opgebouwd, hoe de Mavics zijn opgebouwd. Eigenlijk het grootste wat denk ik voor veel mensen als eerste opvalt, is het feit dat het lijkt alsof dat ding op zijn kop staat. Met de propellers aan de onderkant omgedraaid en eigenlijk een groot deel van de body boven het midden uitstekend. Dat is een heel bewuste keus geweest. Dat heeft deels te maken met een aantal sensoren waar we straks op terug gaan komen. Wat je bijvoorbeeld bij de M210 had, had je voor de RTK variant die twee sprietjes waar de RTK antennes op zitten. Bij de M300 zie je dat deze op de achterste twee motoren zijn ingebouwd. Het zorgt ervoor dat die hele sprietjes weg kunnen, maar dat was dus wel de reden waarom die motoren naar de onderkant moesten, zodat die antennes daar aan de bovenkant konden. Verder zie je ook dat er qua remote een heel ander soort afstandsbediening eigenlijk bij zit. Er zit namelijk een smart controller bij. Niet de standaard smart controller die we van de Mavic kennen. Het is een iets aangepastere variant, maar qua form factor en dingen is het wel gewoon een smart remote. Als we dan kort naar de DJI producten kijken, hebben we natuurlijk een hele hoop producten voorbij zien komen. En ja, een logische opvolger in dit hele rijtje is toch wel een beetje de Matrice 300. De Matrice line-up is altijd al een beetje het enterprise en deels ook wel ontwikkelplatform geweest voor DJI. Dat begon voornamelijk met de M100, wat echt een ontwikkeltoestel was. Echt gemaakt was om zelf sensoren en andere dingen op te integreren. Maar anderzijds hebben we ook de M600 gehad, wat juist voor hele heavy lift dingen om speciale sensoren te testen was. En uiteindelijk is dat wat meer in de M200 gegoten, waar natuurlijk eigenlijk die enterprise platformen wat meer gecombineerd werden met het gebruiksvriendelijke en het all-in-one geïntegreerde wat we van andere toestellen kennen. En DJI heeft daarmee met verschillende producten en verschillende dingen over de tijd een aantal verschillende stappen gemaakt. Enerzijds op product safety niveau, als je denkt aan dingen als geofencing, hoogtelimieten, afstandslimieten die er softwarematig in zitten om dus veiligheid te verhogen, maar ook de beveiliging van het toestel. En denk daarbij onder andere aan de lokale datamodus, de wachtwoorden die je op sommige toestellen kunt zetten, maar ook de encryptie die op al het videosignaal zit. Ja, de M300, we hadden hem net ook al even, hier zien we hem heel goed. Wat gelijk dus opvalt is dat heel de body eigenlijk, inclusief alle sensoren, aan de bovenkant zit. We komen daar zo nog wat dieper op terug. Maar dat heeft een van de grote voordelen dat dat helemaal los staat van alles wat eronder hangt. En tevens dat met de wat zwaardere payloads aan de onderkant het toestel daardoor mooi in balans is. En de reden dus dat die motoren omgedraaid zijn, heeft te maken met het feit dat onder andere die GPS-RTK antennes achterop de motoren zitten en daardoor en breder uit elkaar staan, wat beter is voor de nauwkeurigheid. En ervoor zorgen dat je dus niet van die aparte stokjes nodig hebt zoals we op de M210-RTK hadden. Kort, als we naar de M300 kijken en de H20 erbij, zijn er een paar hoofdstukjes of onderwerpen die ik eigenlijk met jullie wil bespreken. Om te beginnen met eigenlijk de performance van het toestel. Zoals je al aan de getalletjes kunt zien is het toestel een stukje groter, maar vliegt ook een stuk langer ten opzichte van de Matrice 200. Het toestel is ongeveer met de maximum take-off weight een kleine 3 kilo zwaarder. Dus is wat dat betreft echt wel een stukje zwaarder en groter.
batterijen zijn ook een stukje groter qua formaat en qua gewicht. Maar dat zorgt er wel voor dat het toestel gewoon een stuk langer vliegt. Leeg, zonder payloads, vliegt het toestel bijna een uur, richting de 55 minuten. Maar op het moment dat we naar effectieve flight times gaan kijken, voor missies natuurlijk, waarbij we bijvoorbeeld een of meerdere payloads combineren tijdens de vlucht, dan zie je als we warmtebeeld en een optische camera onder de MT-10 willen hebben, dan vliegen we over het algemeen de XT2-combo met een Z30. Dan vliegen we met die combinatie in de RTK-variant zo'n 15 minuten. Terwijl pakken we een M300, hangen we daar een H20T onder, dan hebben we en 20 keer optische zoom en een thermische camera, dan vliegen we maar liefst 36 minuten met die combi. Dus daar zit best wel een verschil in. Het toestel kan gewoon wat meer gewicht hebben en daardoor logischerwijs als je met dezelfde soort camera's vliegt en slechts met één camera vliegt, gaat in general de vliegtijd een stuk omhoog. Ook is er voor de batterijen van de M300 een charging case, een beetje zoals we die kennen van de TB50 charging case voor de Inspire 2. Je kunt hier in totaal 8 TB60 batterijen, dat zijn de batterijen die voor de M300 zitten, in opladen. En daarnaast kun je de 4 WB37 batterijtjes in opladen. En die batterijtjes die worden weer gebruikt op de smart controller. Zoals ik al zei, het is een aangepaste versie van de smart controller. Want op de standaard smart controller is een WB37 batterij niet eens een optie. Deze smart controller wel en daarom kan je dus 4 WB37 batterijen en 8 TB60 batterijen in deze charging case opladen. En in de speed modus kun je dan 2 batterijen in uit mijn hoofd zelfs 40 minuten opladen. Maar standaard zit je ongeveer op een uur voor een set batterijen. En als je dan dus 4 sets batterijen hebt die koffer constant laat laden, dan kun je in principe op die manier oneindig doorvliegen. Het OcuSync systeem is het videosysteem wat in de M300 zit. Dat is ook in deze variant weer net iets opgekieteld en verbeterd. Zodat het theoretische bereik, zeker in FCC Amerika, weer net een fractietje hoger is ten opzichte van de voorgaande toestellen. Zoals we bekend zijn is dat een 1080p videoverbinding. Maar wat wel nieuw is ten opzichte van de M200 is dat die 3 videokanalen tegelijk heeft. En dat betekent dat je dus 3 videostreams tegelijk naar beneden kunt helpen. Bij de M200 zijn dat er 2. Dus dat betekent dat je als je één camera vliegt, de camera en de FPV-camera naar beneden kunt streamen. En op het moment dat je met 2 camera's vliegt, zoals de Z30 en de XT2, dan kan je dus alleen het beeld van die 2 camera's zien en niet meer het beeld van de FPV-camera. En bij de M300 zijn dat dus 3 videokanalen geworden. En op die manier kun je dus 2 payloads vliegen en nog steeds de FPV-camera zien. Of zelfs 3 payloads in totaal vliegen. 2 aan de onderkant en 1 aan de bovenkant tegelijk. En op die manier alle 3 streams op je afstandsbediening zien. Op dit moment zijn er een aantal payloads die compatible zijn. Niet alle payloads die onder de M300 kunnen ook onder de 300. Dat zie je aan het rijtje wat je hier ziet. Op dit moment is het dus de H20, de nieuwe camera. De welbekende Z30. De XT2 en voor sommige buitenlanden de XTS die onder de M300 kunnen. De X5 en de X7, zoals we die kennen van de Matrice 200, kunnen er dus niet onder. En dat heeft ermee te maken dat die camera's geen ingebouwde opnamemodule hebben en dat die opnamemodule ook niet aanwezig is in de Matrice 300. Nou, als je naar de getalletjes kijkt, zie je dus dat het maximum take-off weight best wel een stukje is toegenomen. Bij de Matrice 300 zit het net boven de 6 kilo en hier gaan we naar de 9 kilo. Dus dat is best wel een stukje groter. En daarmee dus ook de payloadcapaciteit. Bij een M210 RTK zit je op een payload van rond de 1,25 kilo. En hierbij ga je dus richting de 2,7 kilo. Dus ook qua payloads komt daar een stukje bij. En kan die dus in totaal 3 camera's of gimbals hebben. En uiteraard in verschillende configuraties. En dat is ook een van de hoofdredenen dat het toestel iets groter en zwaarder is geweest. Om ook de nieuwere payloads, zoals een H20, waar meer sensoren en dingen eigenlijk in één payload komen. Dan worden vanzelfsprekend die payloads ook een stukje zwaarder. En op die manier kun je dus nog steeds met 2 of 3 payloads vliegen. Ook al zijn die payloads misschien in de toekomst wat zwaarder dan dat ze nu zullen zijn. Als we dan naar de camera's gaan kijken, dan hebben we dus de H20 en de H20 Thermal. En dat zijn in principe identieke camera's, ook al zien ze er qua plaatje en layout heel anders uit. De sensoren die erin zitten zijn exact hetzelfde op dus die ene thermische camera bij de H20 Thermal na. En dat betekent dat er, als we de Thermal meerekenen, in totaal 4 sensoren in die
H20 aanwezig zijn. En bij de gewone H20 zijn dat er dus 3. Je hebt 2 kleuren cameraatjes. Er zit een vaste wide-angle camera op het toestel. Dat is een 12 megapixel cameraatje met een 24 mm equivalent lens. En dat is verder geen zoomlens of dingen, dat is gewoon een vaste lens. En dat zorgt ervoor dat je altijd een wide openingsshot hebt. En op die manier kun je ook heel makkelijk tijdens het vliegen wisselen tussen die en de zoomcamera. Zonder dat je steeds in en uit hoeft te zoomen om even een overzicht te hebben. En tevens zie je dan in beeld ook een vierkantje van waar het ingezoomde deel van de camera naar kijkt. Zodat je heel makkelijk en snel kunt wisselen tussen een overzichtsbeeld, ingezoomd beeld en ook dat ingezoomde beeld makkelijk qua positie en dingen kunt wisselen. De zoomcamera aan de andere kant is een 20 megapixel camera met een 26 keer optische zoom uit mijn hoofd, 23 of 26, met een equivalent van 31 tot 556 mm. En dan zie je dat die elkaar dus ook mooi opvolgen, want die wide camera begint bij 24 en het zoombereik begint vanaf 31. En er zit ook een night mode in, waarmee die zijn IR filter eruit kan klikken. En wat een grote stap is ten opzichte van de Z30, wat eigenlijk de enige zover optische zoomcamera is die we hiervoor hadden, is dat dus de beeldkwaliteit en de chip van die camera heel veel verbeterd is. En daarmee dus ook ja, simpelweg de foto- en videokwaliteit van deze camera. Dat je ondanks de 20 keer optische zoom nog steeds een heel goed plaatje eruit krijgt. En die beeldkwaliteit is ook nodig voor een aantal van de functies waar we het zo nog even over gaan hebben. Dan heb je de thermal versie. Daar zit een 640 bij 512 warmtebeeldcamera in met 30 frames per seconde. En dan heb je een laser rangefinder. En die laser rangefinder dat is een afstandsmeter tot 1200 meter, dus tot 1,2 kilometer. Met een afwijking van zo'n 0,3%. Het wisselt een beetje over de afstand. Dus op het moment dat je dichtbij bent heb je het over centimeters. Zit je op 1200 meter een afstand te meten, dan zit daar maximaal een afwijking van enkele tientallen meters in. Maar dat zorgt ervoor dat je enerzijds heel nauwkeurig de afstand tot een object kunt meten. Maar het zorgt ook voor een aantal slimme functies waar we het zo ook nog even over gaan hebben. Waarmee je coördinaten onder andere van een punt in de verte kunt vaststellen. En ook gebruikt die laser rangefinder bij het trekken van objecten. Als we dan naar de smart controller kijken en de UI eigenlijk, dan is het deels ja, gebaseerd op de standaard DJI Go en Pilot app zoals we die kennen. Maar je zult zien dat er wat meer dingen in het beeld staan, wat meer interfaces in staan. Onder andere het kompasroos aan de onderkant met de vakjes die eromheen staan, zijn een stuk aangepast. En dat zorgt ervoor dat het voor de piloot gewoon wat duidelijker en makkelijker is om een goed beeld te krijgen van wat er nou eigenlijk om zich heen gebeurt. Maar ook welke richting die vliegt, welke richting het toestel opkijkt, welke richting de camera opkijkt, welke richting het homepoint is. Zoals je rechts onderin die kompasroos ziet, zie je 81 meter tot het homepoint en de richting. Maar ook de hoogte en de snelheid zijn een stuk duidelijker weergegeven. En dit is ook een overlay die in de FPV-camera van pas komt. Waarbij het gewoon een stuk duidelijker wordt dat als je die FPV-camera gebruikt om te vliegen, wat er nou precies ja, in beeld is en hoe je vlieginformatie is. Daarnaast zien we wat extra camera-instellingen en dingetjes. En een van de grootste dingen die eigenlijk anders is ten opzichte van de andere, is dat ze dus aan de linkerkant die knoppen IR en wide hebben. Waarbij je dus niet alleen naar de wide-camera, maar ook naar de infraroodcamera kunt wisselen. En je ziet daarboven zie je een datum-tijdstip en een stukje coördinaten. En die coördinaten, dat zijn dus de coördinaten die hij op basis van de laser rangefinder uitrekent wat de locatie is van de crosshair, zeg maar, in het midden van het beeld die op die boot gericht staat. En daarmee kun je dus coördinaten in de afstand meten en dus inderdaad aangeven niet alleen de drone vliegt op deze coördinaten, maar ook het object of hetgene wat je probeert te markeren bevindt zich op die en die locatie. Als we dan naar veiligheid en betrouwbaarheid kijken van het toestel, zijn er ook met de M300 goede stappen ingemaakt. Het eerste, als we het vergelijken met een M200 bijvoorbeeld, is het feit dat deze rondom obstakeldetectie heeft. En dat eigenlijk op de manier zoals we dat normaal gesproken aan de boven- en de onderkant van het toestel zien. Hij heeft aan alle kanten
een dubbele camera, dus een 3D vision sensor, zodat hij goed afstanden en dingen kan meten. En daarnaast heeft hij ook aan alle zijdes een infrarood afstandsmeter. Dus hij heeft twee sensoren waarmee hij niet alleen obstakels kan herkennen, maar ook afstand kan meten. En met die twee samen kan hij natuurlijk een hele goede obstakeldetectie doen. Het bereik van die sensoren is maximaal 40 meter. Dus hij kan al op een afstand van 40 meter objecten herkennen en deze markeren in het beeld. En dan eigenlijk net zoals je van de andere toestellen ook aan de voorkant of aan de achterkant ziet, als een soort parkeersensoren met kleurtjes weergeven aan welke zijde en hoe ver een object eventueel van het toestel verwijderd is. En je kunt ook een aantal instellingen wijzigen om op basis van die sensoren bijvoorbeeld afstand te houden. Dus je kunt niet alleen sensing doen, dat hij vanaf 40 meter laat zien hoe ver een object is. En ook daarvan kun je dan instellen vanaf welke afstand jij dat in je beeld wil zien. Dus het kan zijn dat je die sensoren, die parkeersensoren zeg maar in beeld, al vanaf 40 meter afstand ziet. Maar je kan ook instellen dat je pas die kleurtjes in beeld ziet komen bij de laatste 10 meter. Maar je kunt ook voor het stukje obstacle avoidance, dus dat hij stopt voor een object, kun je de afstand instellen. Dus je kunt zowel aan de zijkant als aan de voor- en achterkant kun je een afstand instellen waarop het op toestel van een object moet stoppen. Dus je kunt zelf instellen of die bijvoorbeeld 5 meter voor een muur moet stoppen of dat die 1 meter voor een muur moet stoppen. En op die manier kun je dus ook, stel dat je bijvoorbeeld een gebouw zou inspecteren aan de buitenkant, kun je die afstand op 5 meter vastzetten en daardoor vrij eenvoudig op een afstand van 5 meter langs dat gebouw blijven vliegen. Zowel aan de onderkant als aan de bovenkant zit, net als op de M210 V2, de anti-collision beacons, dus de flitslichtjes. Maar zowel aan de boven- als de onderkant zitten ook twee felle LED's. En dat is iets wat we eigenlijk onder andere kennen ook van de Mavic Enterprise. Dat hij die LED's aan de onderkant aanzet op het moment dat de onder- of de bovensensoren niet voldoende licht hebben om goed te zien en dus goed zijn positie te houden. En dat is iets wat hij aan de boven- en de onderkant heeft en wat je zowel handmatig aan kunt zetten als op automaat. Zodat hij het zelf inschakelt als hij vindt dat het donker is. Daarnaast is ook de IP-rating wat aangepast. Waar dat bij de matrice 300 IP43 was, zitten we hier op IP45. En dat zorgt gewoon voor een stukje meer bescherming tegen vocht. De H20-serie is een IP44 camera, dus ook die is waterdicht. En daarnaast hebben ze ook wat dingetjes aangepast in gewoon eigenlijk de bouwwijze van het toestel. Ook om hem gewoon wat betrouwbaarder te maken. En een van de grootste dingen die ze daarin gedaan hebben is dat de regelaars van de motoren, waar die bij onder andere de matrice in de armen zitten, letterlijk eigenlijk onder de motor, hebben ze die nu bij de matrice 300 in het toestel gebouwd. Dus alleen de motor zit nog op de arm, de kabels gaan het toestel in en ergens intern in het toestel zit de regelaar. En daardoor hebben ze dus een airflow design ook gemaakt die puur passief is en zodat er dus ook geen interne koeling meer is, geen ventilator meer inzit, waar eventueel ook natuurlijk weer water door naar binnen zou kunnen komen. En daardoor kan het toestel maar liefst 100 mm regen over 24 uur hebben. En dat zijn ook testen die ze hebben uitgevoerd in een laboratorium. Wat ook nieuw is in de app, het gebruikt standaard de DJI Pilot app, maar er zitten dus wel wat nieuwe dingen in, is het Health Management System. En het Health Management System is eigenlijk een apart kopje in het menu, waar gewoon een heel erg duidelijk overzicht te vinden is van alle onderdelen van het toestel en hoe de staat daarvan is. Dus daar wordt simpelweg onder andere je flight logs en dingen bijgehouden. Maar daar kun je ook van alle componenten van je drone, of het nou een component in het toestel is of bijvoorbeeld een payload, kun je zien welke firmware versie die hebben en of daar eventueel een update voor beschikbaar is. Je kunt zien of alle sensoren die in het toestel zitten nog juist functioneren en de goede waarden aangeven. En er zitten ook een aantal tips en tricks in dat als die bijvoorbeeld in dat health management system een bepaalde error geeft of een bepaalde waarschuwing, dat hij ook aangeeft wat die waarschuwing nou eigenlijk betekent en welke dingen je kunt doen of wat je bijvoorbeeld zou moeten kalibreren om die foutmelding weer in het groen te krijgen. Dus het is een heel makkelijk en simpel overzichtje om de status van je hele toestel en alle onderdelen bij te houden en te zien. Daarnaast ontkomen we natuurlijk ook bij de matrice 300 er niet aan dat het toestel een aantal redundancy features heeft. Zoals we eigenlijk ook wel van andere toestellen kennen, zijn eigenlijk alle sensoren dubbel uitgevoerd. Dus we hebben dubbele IMU's, dubbele barometers, dubbel kompas en natuurlijk RTK met een dubbele antenne erin. Wat wel heel nieuw is in de M300, is de manier hoe dual control is opgebouwd. We kennen natuurlijk het dual remote principe wel van de matrice 300 eigenlijk, maar ook van andere toestellen zoals de Inspire.
waarbij je een tweede afstandsbediening aan het toestel kunt koppelen om dual remote te vliegen, waarbij één piloot de controle over het toestel heeft en een tweede persoon apart daarvan het cameragedeelte kan bedienen. Wat nieuw is in de Matrice 300 zijn twee dingen. Enerzijds is het de manier van verbinden, de smart controllers die je dus koppelt aan het toestel en de tweede die je daar ook bij koppelt, die hebben enkel en alleen rechtstreeks verbinding met het toestel. Die communiceren niet meer onderling met elkaar. En dat zorgt ervoor dat je een paar andere dingen namelijk in de controle ook uit kunt halen. Want je hebt namelijk drie mogelijkheden van dual remote. We hebben dual remote in de manier zoals we dat kennen voor het verdelen van het werk. Dus één piloot en één persoon die de camera bedient. We hebben dual remote in de manier zoals we dat kennen voor teaching mode. Dus dat je twee afstandsbedieningen hebt die allebei het toestel kunnen besturen, maar waarbij de master, zodra die de sticks beweegt, altijd de controle overneemt. Maar wat nieuw is, is dat je ook tijdens het vliegen, via de afstandsbediening, de volledige controle van de ene controller kunt overgeven naar de andere controller. En dat in combinatie met het feit dat die controllers niet onderling met elkaar communiceren, zorgt ervoor dat dit toestel de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld een piloot een stuk verderop te zetten, als piloot 1 met het toestel naar piloot 2 toe te vliegen en terwijl het toestel aan het vliegen is, in de vlucht de volledige besturing over te geven naar de tweede piloot die verderop staat met de afstandsbediening, zonder dat die twee piloten binnen bereik van elkaar zijn. En dat is wel een nieuwe functie die heel bijzonder is in de Matrice 300. Verder, zoals we ook van andere toestellen kennen, zitten er twee batterijen in het toestel, zodat mocht er eentje falen, het toestel daar geen problemen van ondervindt. Wat ook nieuw is in de Matrice 300, is de Free Propeller Emergency Landing. En dat is iets wat je misschien wel eens op een filmpje al eens ergens gezien hebt, want er zijn in laboratoria wel eens wat testjes en dingen mee geweest. Maar wat het betekent is dat het toestel in staat is om als er één motor uitvalt, met slechts drie motoren, nog steeds een gecontroleerde landing te maken. Het toestel zal dan om zijn as gaan spinnen, omdat hij niet meer in staat is om met drie motoren ook de neusrichting vast te houden. Maar het toestel zal om zijn as gaan spinnen en kan daardoor nog steeds zijn hoogte en dingen vasthouden, zodat je nog steeds een gecontroleerde langzame landing kunt maken, zonder dat het toestel gelijk uit de lucht komt, ook op het moment dat er dus een van de vier motoren faalt. Daarnaast zit er in het toestel een FPV-camera. Dat is iets wat we op zich wel eerder gezien hebben in de toestellen. Alleen wat nieuw is, is dat het één grote FPV-camera is aan de voorkant. Grappig feitje is dat de chip en de lens van die FPV-camera dezelfde zijn als die van de Osmo Action. En die zit voor in het toestel. En dat is dus echt een wide-angle, groothoeklens. Niet beweegbaar, zoals we dat voorop bij de Inspire bijvoorbeeld hebben, maar wijd genoeg om een goed overzichtsbeeld te krijgen. En die zorgt ervoor dat je in de hele omgeving naar bijna 170 graden wijd kunt kijken en goed een overzicht hebt vanuit de voorkant van het toestel. En als laatste zit er ook uiteraard, net als we bij de andere Enterprise toestellen zien, een ADS-B ontvanger in voor AirSense, zodat je op je kaart toestellen met een ADS-B transponder ziet aankomen. Als we dan wat meer naar de intelligentie van het toestel gaan kijken, dan zijn er eigenlijk drie dingen die nieuw zijn en dat is ook in combinatie met de H20-series. En daarin zie je ook een beetje wat DJI met dit toestel, maar ook in de toekomst met payloads wil gaan doen, is gewoon wat meer intelligentie en automatische dingen in dit soort payloads en toestellen bouwen. Als we naar de eerste kijken, dan hebben we het over pinpoint. Kijk even goed wat er op de video gebeurt. Je ziet dat er een pinpoint wordt ingesteld op het live beeld. Dus we waren ingezoomd op dat voetbalveldje en daar is een pinpoint opgezet. En het toestel is dus in staat, op basis van de sensoren van de camera, FPV en alles wat erbij hoort, om die pinpoint te onthouden. Dat heeft hij mede ook gedaan met die laser rangefinder, want daarmee heeft hij de afstand en de plek van het punt bepaald. En daardoor zie je dus ook dat hij de marker die ingesteld is, gewoon op de kaart weer kan geven. Omdat hij met die camera en de laser rangefinder de coördinaten van dat punt kan uitrekenen. En daardoor kan hij dus ook als je er naartoe vliegt of even toestel hebt omgedraaid, dat punt blijven onthouden en dat punt in je beeld blijven weergeven. Zo kan je dus van een punt op afstand de coördinaten bepalen, maar kun je dus ook op punt op afstand fysiek echt vastzetten in je toestel en blijvend als referentie bewaren eigenlijk en terug daarheen gaan met je camera. Het tweede wat we hebben is Smart Track en dat is iets wat we deels al een beetje kennen, maar kijk goed naar de video. Je ziet dat het heel
soepel eigenlijk werkt. Smart Track is een beetje een afgeleide van onder andere de Spotlight en de Active Track modussen die we kennen. Maar wat nieuw is, is dat hij een stuk beter objecten eigenlijk kan herkennen. Hij doet ook een stuk beter dit hele volgverhaal. Dus hij volgt niet alleen het object, maar hij zoomt ook helemaal mee met het object. Past eventueel een stukje van zijn belichting aan. Je ziet overigens wederom links ook de coördinaten en de afstand weer meelopen. En wat het toestel daarmee doet, is dat op het moment dat je die Smart Track aanzet, dan zie je wat je in het begin van de video ook zag, allemaal van dit soort gele rondjes in beeld komen eigenlijk. En dat zijn alle objecten die hij herkent als een object wat hij snapt. En dat zijn op dit moment onder andere personen en voertuigen. Dus je hoeft ook niet zelf een vierkantje om een object te trekken. Hij selecteert zelf, dit zijn objecten die je kan volgen. En dan tik je simpelweg een van die rondjes aan. En dan start hij dus de Smart Track waarbij hij dat hele object in beeld houdt, meezoomt en alles laat zien. En waarbij hij dus ook de locatie en de coördinaten van dat object live in beeld weer blijft geven. Daarnaast kun je met DJI Flight Hub deze location tracking ook delen via Flight Hub. Dus je kunt uiteraard net als met de andere toestellen het toestel in Flight Hub zien. Je kunt je video live streamen via Flight Hub. Maar je kunt dus ook die Smart Track gebruiken om je beeld wat je streamt goed het object in beeld te laten houden. En zoals je in het midden van het plaatje ziet, als je zo'n pinpoint ergens in de plek zet, dan zie je dat groene vierkantje of die groene ruit ook als locatie op de kaart in Flight Hub verschijnt. Dan hebben we nog een stukje wat toegespitst is op inspecties. En dan hebben we het over Waypoint 2.0, Live Mission Recording en AI Spot Check. Als we naar waypoints kijken, dan is onder andere het aantal waypoints gigantisch gegroeid. Waarbij voorgaande toestellen over het algemeen een limiet van 99 waypoints in een toestel zat, is op dit moment het maximale limiet van de waypoints in de Matrice 300 65.535 waypoints. Dus daar kun je een stuk uitgebreidere missies mee schrijven. En ook ondersteunt hij meer vloeiende bewegingen, zoals banked turns en dynamic flight routes. En dat zorgt er eigenlijk voor waar je bij basis waypoint missies vaak een heel hakkelige beweging ziet. Dat hij echt naar een punt vliegt, stil hangt, 90 graden draait en doorvliegt naar het volgende. Kan dit toestel dus ook veel beter een missie plannen waarbij hij letterlijk gewoon netjes een bochtje vliegt en doorgaat naar zijn volgende waypoint. Uiteraard zitten er ook dingen als point of interest in en staan al deze functies volledig open via de SDK's die er beschikbaar zijn. En de live mission recording, dat is een functie waarbij je eigenlijk live een missie kunt opnemen door hem zelf te vliegen. Dus je start live mission recording, je gaat rondom een object vliegen, je maakt foto's van het object en die foto's, dat zijn dan de foto's die je wil maken voor een inspectie bijvoorbeeld. En dan slaat hij automatisch op welke vliegbewegingen je gemaakt hebt, maar ook belangrijker op welke punten en met wat in beeld jij een foto gemaakt hebt. Zodat hij eigenlijk precies die missie zoals jij hem vliegt met het maken van die foto's en de locaties die je aandoet opslaat en één op één kan herhalen. Dat gecombineerd met AI Spotcheck, dat is iets wat je hier ziet, zorgt ervoor dat je achteraf elke keer exact dezelfde foto krijgt. Wat je met AI Spotcheck doet, is dat je zo'n mission planning doet, een live missie recording doet, waarbij je dus aangeeft welke objecten je een foto wil maken en die foto's maakt. En vervolgens, nadat je die foto's gemaakt hebt, geef je in de foto's aan welk object in de foto nou eigenlijk het object is wat je exact wil fotograferen. En vervolgens zal het toestel, als die dus die missie opnieuw uitvoert met die AI Spotcheck, precies dat object weer in beeld zoeken, zodat hij elke keer exact hetzelfde object in beeld heeft voordat hij de foto's maakt. En dat die foto's dus echt altijd hetzelfde en het juiste object vastleggen, zonder dat er een afwijking in zit doordat het object net iets gedraaid is misschien, of het toestel net iets meer links of naar rechts hangt. Een andere feature is ook iets wat we eigenlijk een beetje kennen vanuit de Mavic 2 Zoom. En dat is de mogelijkheid om met die zoomcamera en de widecamera hele hoge resolutie foto's te maken. Wat je dan doet is dat je een framing eigenlijk kiest van dit gebied wil ik vastleggen. En vervolgens wat je hier met die vierkantjes ziet, rekent het toestel uit hoeveel individuele foto's die moet maken om dat hele gebied te dekken. En dan gaat hij zelf automatisch inzoomen, al die kleine fotootjes maken en die vervolgens aan elkaar maken. Zodat je één hele grote, hele hoge resolutie foto krijgt
die veel meer detail en resolutie bevat dan dat je gewoon simpelweg één foto had geklikt van het hele overzicht. Dan hebben we nog het flight display, wat we dus straks al even zeiden. Je ziet hier veel meer informatie in. En het is goed om even goed naar deze plaatjes te kijken, want er zit heel veel informatie in. Allereerst zie je natuurlijk links en rechts snelheid, hoogte, dat soort dingen een stuk duidelijker weergegeven. Als je naar het rondje aan de onderkant kijkt, dan zie je van die gele balkjes in beeld komen op het moment dat hij door die pilaren heen vliegt. Die gele balkjes en dingen die je ziet, dat zijn de sensoren die rondom zitten. En die dus aangeven dat er aan de voorkant twee palen zitten, maar wel met een opening in het midden. Dat die daartussendoor vliegt en dan dus aan de zijkant komt en zo voorbij die objecten vliegt. En de gele en rode balk wat je rechts naast de altitude ziet, dat is de hoogte onder en boven het toestel. Dus op die manier kun je in dit flight display het volledige beeld zien van het toestel. Je hebt een hele wide angle view naar de voorkant. Je ziet al je informatie qua snelheid en hoogte, maar je ziet ook al je informatie wat zich volledig om het toestel heen bevindt en qua objecten gebeurt, zodat je ook daar rekening mee kunt houden tijdens het vliegen. De dual control hebben we het dus al heel eventjes over gehad. Je hebt dus drie standen, je kan hem gewoon als tweede operator voor de camera gebruiken. Je kan daar trainer mode mee vliegen, zodat je dus iemand kan leren en kan ingrijpen wanneer het nodig is. Maar je kunt dus ook volledig de besturing overdragen, zodat je bij wijze van spreken een missie kunt vliegen waarbij je toestel naar een andere piloot vliegt, daar ter plekke zelfs landt, hij misschien iets verandert aan het toestel of batterijen wisselt en volgens het toestel weer terugvliegt, zonder dat dat een probleem is. En als laatste hebben we nog even natuurlijk de uitbreidingsmogelijkheden van dit toestel. Want net als met onder andere de 200 is dit echt wel een modulair platform. Het is een platform waar DJI verder op wil bouwen. En dat doen ze onder andere natuurlijk met hun software development kits. Die er ook voor zorgen dat veel externe partijen payloads en camera's kunnen maken die onder dit toestel kunnen. Hier zie je een handvol van sensoren die er of al zijn of binnenkort aankomen. Die onder andere door derde partijen zijn gemaakt. Zoals onder andere de spotlight en de multispectraal sensoren. En de lasersensoren die we al kennen. Die onder andere de M300 kunnen en die via die SDK dus volledig geïntegreerd worden. Zo dan kort nog even naar de specs van het toestel kijken. En hier zien we ook een plaatje van de vier onderdelen, dus het toestel. De manier hoe het toestel inklapt is ook wat anders. De armen klappen allebei naar binnen toe, in plaats van bij de 200 waar het een lang pakketje werd. Dus ze klappen een soort van over elkaar heen. En in de koffer waar die standaard ingeleverd wordt, leg je het toestel vervolgens dan op zijn kop in de koffer. En dan kun je rustig het landingsverstel eraf schroeven. Dus dan heb je ook niet meer dat lastige wat je met de M200 had, dat je het toestel uit de doos moet tillen en eigenlijk met één hand ook het landingsverstel erin moet zetten. Het toestel weegt leeg 6,3 kilo. En heeft een diagonale afmeting van ongeveer 90 centimeter. Vliegt maximaal 25 minuten. Heeft een maximale snelheid van 23 meter per seconde. Maar ook de daalsnelheid is een stukje hoger. En ze zijn nog bezig met een functie die er binnenkort inkomt. Dat op het moment dat je met dalen ook vooruit vliegt, dat het toestel een stuk sneller kan gaan dalen. En dat zorgt ervoor dat je dus in noodsituaties, uit mijn hoofd was het zelfs tot misschien 7 meter per seconde, in een veel snellere snelheid kunt dalen dan dat je normaal gesproken die drone naar beneden krijgt, zodat je snel op een veilige hoogte terecht kunt komen. Uiteraard IP45 zoals we besproken hebben en dus de Z30, de X-T2, de X-TS en de H20 series zijn de toestellen die eronder kunnen. Kort nog een stukje toepassingen, uiteraard public safety en energy, dat zijn de twee meest logische toepassingen, maar uiteraard zijn de toepassingen legio. We hebben hier bijvoorbeeld een voorbeeldje waarbij ze het toestel 's nachts hebben ingezet bij een heel groot natuurbrand in China, waar ze initieel met de Mavic 2 Dual een aantal dingen hebben uitgevoerd en vervolgens eigenlijk met de Matrice 300 en de H20 Thermal daar zijn gaan vliegen. En zelfs ook met de kleurencamera zie je dus een fantastisch beeld in het donker. En dat is mede te danken aan gewoon die veel betere chip die erin zit. En op het moment dat je het over energy hebt, dan is het vooral voor inspecties heel interessant om enerzijds die betere 20 megapixel camera te hebben. Met 23 keer optische zoom, zodat je dus de beelden veel beter en duidelijker kunt vastleggen. Maar ook de combinatie met het RTK-signaal voor hele nauwkeurige GPS-locatie. Het feit dat je batterijen kunt hotswappen, zodat je niet het toestel helemaal opnieuw hoeft op te starten voordat je verder komt.
en die AI spotcheck, zodat ze telkens met het inspecteren dezelfde foto's kunnen maken. Dat zorgt voor heel veel toegevoegde waarde in dit soort toepassingen. Dit was even wat ons betreft een, ja, misschien niet heel kort, maar een introductie over de Matrice 300. Zoals gezegd, we hebben er al eventjes mee mogen vliegen en we hebben ook al wat demo's en dingen daarmee mogen doen. En het is wat ons betreft echt een heel erg mooi platform. Het is echt een mooie opvolger, niet helemaal opvolger, want de Matrice 200 blijft ook gewoon bestaan. Dus het is meer het grote broertje van die serie. Maar echt een heel mooi toestel met heel veel mogelijkheden en ook een hele mooie nieuwe payload met die H20. We gaan natuurlijk nog veel meer over de M300 laten zien en we komen met dan veel meer video's over het toestel, over de camera en alles wat je erover wil weten. Voor nu is in ieder geval vandaag op dit moment het officiële moment dat we het naar buiten mogen brengen en dat die gelanceerd is. Dus je vindt ook alle informatie op onze website vanaf dit moment. En mocht je vragen hebben of dingen willen weten over het toestel, dan kun je uiteraard altijd even contact opnemen of terecht op droneland.nl. Dankjewel zover.